Na eerst enkele brandende kwesties te hebben behandeld, worden vervolgens de kwaliteiten van een aantal bekende politici op hun waarde beoordeeld. En dan zal blijken dat er toch een groot aantal zeer bekwame personen genoemd kan worden. Aan het eind van de show verrast Wim Kan ons met een nieuw facet van zijn talent, dat van imitator. Jongens, ik vind het zo fijn dat we elkaar op de laatste avond van het jaar weer eens even helemaal rustig kunnen spreken. Echt dat je weer eens even tot elkaar komt, want daar had ik behoefte aan, dat zeg ik eerlijk hoor. Nee, ik bedoel, mensen zeggen wel eens, ik had gezegd 1980, maar dan had je zoveel te bepraten gehad, zeg. Dan had je een uitzending moeten maken van 24 uur. Dat kan alleen Mies, maar dat haal ik niet. Nee, dat haal ik niet. Dit is zoveel. Ik word dikwijls tegenwoordig, 's nachts, zal ik eens eerlijk zeggen, ik wil even rustig met u praten over verschillende dingen. Ik word tegenwoordig dikwijls 's nachts beklemd wakker. Ken u dat, het zogenaamd beklemd wakker worden? Denk ik, ben wakker, beklemd. Ja, beklemd wakker. En dan komen er vragen naar voren en dan zijn er dingen dat ik denk, dat wil ik u vragen. Op oudejaarsavond wil ik nog zoveel vragen. En daarom zou ik gewoon vanavond dus even heel gewoon met u willen praten. Begrijp u wel? Als u mij wat vragen wilt, tik gewoon even tegen de buis. Hè? Dan gaan we een goed gesprek houden. Dan doen we die conferentie weer eens een andere keer. Er zijn zoveel dingen die ik zo graag zou willen weten. Ik zal er maar eens wat noemen, ik begin. Wat denk u nou, hè? Nou, eerlijk, wat denk u nou? Als nou... Nee, stil nou even. Nee, want anders kan je je aandacht niet bij de vraag houden. Wat denken jullie nou? Als de uil naar huis zou gaan, hè? Zou dan Wiegel komen? Après nous le déluge? Ik weet het niet. Hè. Kijk, ik moet eerlijk iets zeggen wat jullie misschien gek zullen vinden. Hè. Maar ik ben niet zo anti-Wiegel als ik zou moeten zijn. Nee. Ik vind Wiegel soms zo menselijk. Soms is het net een mens. Echt waar. Ja. Je moest opletten, als hij kwaad wordt, loopt hij rood aan. Nou, dat is tegen zijn principes, dat kan niet anders. Maar ja, kijk, er zijn natuurlijk zoveel van die vragen. Er zijn zoveel van die dingen die ik zo graag zou willen weten. Ik zou maar zeggen, de uil gaat de huis hebben. Nou, dat weet je, die Russische dissident is zo goed. Of dissident, weet ik nou, of dividend of dissident. Nou ja, dat weet ik, dat geeft nou niks. Maar ze hebben dus die Rus laten komen, die Almarik. Of heet die zo, Almarik? Of Alsmarik? Of zo, ik weet nooit de precies. Nou ja, dat weet ik niet. Die heeft dat boek geschreven over Halt en Uil 1980, weet je wel? Nou, die hebben ze hier laten komen. En nou is ook weer die Boevofti, of die... Nou ja, hoe heet die andere man? Die Boevofti, die is ook weer hier. Die komt waarschijnlijk in Leiden studeren, hè? Politicologie, zou ik maar zeggen, hè? Maar je hoort dan van die Russen, hoor je enge dingen de laatste tijd. Heb je dat ook? Dat de duik, heb je ook gehoord van die duik, van die duikboten in de Noordzee? Nee, niet om lachen, joh. Die Russen hebben hier ook luisterapparaten in de stoelen. Voel eens even onder de bodem of je daar wat voelt zitten. Die Russen, die hebben overal duikboten. Ze schijnen overal duikboten om de olieeilanden heen. Die varen om. Terwijl wij die olie uit die grond halen, vaar jij mee om die olie aan. Zo, dat gaat er omheen. Er komen steeds meer duikboten bij. Steeds meer Russische duikboten bij. Ik ben er bang voor. En ze hebben steeds meer kernwapens. Ze hebben meer kernwapens straks dan Amerika. Meer kernwapens. En dan denk ik wel eens... Denken jullie dat de Russen komen? Ik denk wel dat ze komen, maar één voor één. Nou ja, als ze allemaal gelijk komen, dan heb je zo een derde wereldoorlog, hoor. En dat kan niet voor 1985, want dan is Lou de Jong pas klaar met de tweede.
Nou ja, je moet maar zo rekenen, jongens. Ik ben bang dat na die 25e mei... Jullie gaan toch stemmen allemaal? Gaan we allemaal stemmen? Ja, hè, deze keer wel. Het komt erop aan, hoor. We gaan goed stemmen toch, hè? Je weet het toch, hè? We gaan toch goed stemmen, hè? We gaan toch allemaal weer in dat broedhokje? Je weet wel, ja, dat is het stemhokje. Dat is allemaal symbolisch. Het potlood is rood, maar het zit wel aan een touwtje. Ja. En als we niet goed stemmen, dan zou je straks nog wel beleven. Want dan gaat het hele kabinet naar huis als we niet goed stemmen. Voel je wat ik bedoel? Ik wil niemand een aanwijzing geven, maar ik wil dit toch even zeggen. En dan zou je ze missen. Als deze mensen naar huis gaan, dan zijn ze missen. Er wordt nou wel over geroddeld, maar ze hebben 3,5 jaar hebben ze hier gezeten. En er zijn zeer bekwame mensen bij, laat je dat maar vertellen. Ja, daar kun je nou om lachen. Natuurlijk, je kan om alles gaan zitten lachen, dat weet ik ook wel. Maar ik ken ze ook niet persoonlijk, maar ik hoor er heel veel goede dingen de laatste tijd over. Er zitten zeer bekwame mensen onder. Ja, Bekwame mensen. Weet je van wie ik bijvoorbeeld laatst hoorde dat hij zeer bekwaam moet worden? Geliefd schijnt te zijn bij vriend en vijand. Zeer bekwame man. Dat is die Boersma. Boersma. Ja, Drees is het er niet mee eens, dat weet ik wel. Maar Boersma zijn zeer bekwaam. Trouwens, die sprak iets elke dag op de televisie, hoor. Elke dag. Ik ken mensen die luisteren niet eens naar wat hij zegt. Die hebben hem als testbeeld. Nee, als dit kabinet naar huis gaat, let op mijn woorden, dan krijg je een leegte. Dan ontstaat, jawel, dan krijg je een vacuüm. En dan zou je ze nog eens missen. Zouden mensen nog eens zeggen, hadden we ze nog maar. We zijn zeer bekwame mensen bij. Weet je wie bijvoorbeeld een zeer goede naam heeft? Weet je wie zeer goed staat aangeschreven? Zeer bekwame man ook schijnt te wezen. Dat is de man die nou de landbouw doet. Dat is die Van der Stee. Weet je wel, Fonds Van der Stee. Weet je hoe ze hem in het kabinet noemen? Rampenfonds. Ja. hoe wil je hem op de televisie? Hoe wil je Van der Stee op de televisie? Ik vind een beetje koude kak, weet je? Maar ja, dat kan voor landbouw nooit kwaad. Dus nee, dat is juist het fijne van dit kabinet. Er zitten zeer bekwame mensen bij, hoor. Zeer bekwame mensen. Weet je wie ook een zeer goede naam heeft? Een zeer goede naam heeft, omdat hij ook zeer bekwaam schijnt te wezen. Geliefd bij vriend en vijand. Dat is de man die Waterstaat op het ogenblik doet, hè. Dat is Westerterp. Westerterp, die weet altijd het onaangename met het nutteloze te verenigen. Een lieve man. Dat is een hele lieve man. Dat is een man die voelt voor, die houdt van ons. Die houdt van ons. Die is bang dat als we op de brommer zitten, dat we dan hersenletsel zullen opdoen. En in de auto, als we op de remmen gaan staan, dat we aantikkertje zullen spelen. En daar heeft hij zijn maatregelen voor genomen. Hij is een man van, kun je nog zingen, zing dan mee. De gordels om, de helmen vast, kortom, met volop gas. Dat is Westerterp. Nee, we hebben een heleboel goede mensen erbij. Weet je wie ook een zeer goede naam heeft? Zij schijnt ook zeer bekwaam te wezen. Dat is het meisje wat er nu bij is gekomen eigenlijk, hè. Dat is dat meisje Vorink. Dat moet, ja, die Irentje Vorink. We hebben vroeger altijd Marga gehad, weet je wel. Maar zij is ook het bloemetje op het behang. Brengt de gezelligheid in huis. Een lief mens schijnt het te zijn, hoor. Het meisje Vorink. Een heel lief mens. Irentje Vorink. Ze is van milieuhygiëne. Zet een kop koffie voor de jongens, geloof ik, of zo. En dan was ze hele koppie in een apart tuiltje af. Ik weet ook niet precies, hoor. En dan doet ze spelletjes met ze, zal ik maar zeggen. En zo houdt ze bezig, zal ik maar zeggen. Fluor in het water gooien en zo. En dan weer een filtertje op de kraan om het er weer uit te halen en zo. Hè. Ja, leuk. Leuke dingen. Leuke dingen. Leuke dingen. Het is een leuk mens, ziet er leuk uit. Een beetje de vierde bruid van Anton Heijboer. Oh, zie je dat? Ja.
Nee, wij mogen tot nu toe niet klagen. Wij hebben goede mensen. En als ze weg zijn, mevrouw, krijg je leegte. Onthoud het maar, ja, krijg je leegte. Weet je wie ook een zeer goede naam heeft? Zal ik je eens precies vertellen. Al is er de laatste tijd veel kritiek op de man uitgeoefend. Ik heb hem daar straks al even genoemd. Er is ook veel zendtijd aan hem gewijd. Maar hij is zeer geliefd en bekwaam. Bekwaam. Geliefd bij vriend en Willem Duis. Ja, u raadt het al. Zwarte Dries. Zwarte Dries uit Bergendal. Ja, vannacht. Mevrouw heeft het door. Ja, ja hoor. Goed, mevrouw. Ja, vannacht. Mevrouw zei direct is zeker vannacht. Ja, het is vannacht. Ja. En dat vind ik een leuke man. Hebben jullie hem dinsdag nog gezien bij Duis? Ach, ik vond hem leuk. Vond hem nog sympathieker haast dan de goudvissen. Ja. Nou ja, je kan hem geen miereitjes voeren, maar yoghurt lust hij hoor. Lekkere yoghurt is mooi, hè? Maar ja, toen hij kwam, vond ik hem niks, hè? Want ik heb hem zien komen. Ik heb hem in 1971 zien komen, was een kind. Ah, oh, dat was een kind. Hebben jullie hem niet zien komen? Dat was een kind. Ik denk, wat moeten we daar nou mee? Ja, dat was een jongen, was een puber. Ik heb hem zien komen. Als ze gingen praten over rapporten, zat ik het gevoel om te zeggen, kom jongen, even de kamer uit. Later is hij pas eigenlijk helemaal uit. Het is een man die heeft, en die heeft geen makkelijk leven, hoor. Ik heb eerbied voor hem, hij sukkelt met zijn geweten. En Den Uyl zegt, als ik dat had geweten. Maar ja, de man is een Hamlet-figuur, een twijfelaar, en daar hou ik van. Ik hou niet van die zekere figuren. Het is een twijfelaar. Hij twijfelt altijd tussen aftreden, optreden of langzaam afdrijven. Maar ik heb eerbied voor de man. En ik zeg wel eens, als wij mannen over alles wat wij van plan zijn te gaan doen, zo lang zouden nadenken als vannacht, had je helemaal geen abortuskliniekje meer nodig. En weet je wat nou het leuke is van het hele kabinet? Het vormt een team. Begrijp je wel? Want kijk, vannacht moet je goed horen. Vannacht is natuurlijk een jonge jongen, dat begrijp je wel. Een jonge jongen en die heeft... Maar als nou zo'n jonge jongen als vannacht nou eens raad wil hebben van een oude collega, zou ik maar zeggen, hè? Dan kan die altijd terugvallen, zou ik maar zeggen, op een de Gaai Fortman, hè? Nee, op de oude papagaai. Nee, niet op Bas. Begin nou niet over Bas, alsjeblieft niet over Bas. Bas, ik ben geen Basman. Nee, ik ben contrabas. Nee. Nee, Bas is van de PPR, van die rebellenclub, daar hou ik helemaal niet van. Ik hou niet van die PPR, ik kom er rond vooruit. Daar treden elk ogenblik mensen af die ik nog nooit heb zien optreden. Nee, hoor. Nee. Nee, Bas is een vechter, die heeft haar op zijn tanden. Het groeit door zijn bovenlip heen. Geef. Papagaai, dat vind ik een lieve man. Vind je dat geen lieve man? Als die op het scherm komt, dan zie je eigenlijk een schilderij vol vriendelijkheid. Hè? Dat is een fietser, net als ik. En net als vannacht, hè. Hij zegt, hey, papagaai, die ken ik al jaren. Die ben ik 30 jaar geleden, ben ik oude gaai. Zal ik nooit vergeten. Op de hei ben je Elspeet op de fiets tegengekomen. Met Bas voorop in een mandje. Heb ik? Ja. Ja. En toen kon hij al niet met zijn poten van het stuur afblijven. Zo was het. Ik vind die oude gaar weer een lieve man, hè? Die staat zo buiten de werkelijkheid. Hè? Bedenkt ook allemaal dingen en ze laten hem zijn gang gaan, dan zeggen ze. Ze luisteren niet eens zo erg naar hem. Elk ogenblik bedenk je weer wat anders. Laatst had hij een mooi idee. Nederland opdelen in 24 provincies of zo. Ik zeg, waar is dat nodig voor? Hij zegt, dat is leuk. Als dan het kabinet Den Uyl naar huis gaat, kunnen we allemaal nog commissaris van de koningin worden.
Het is geen reële figuur, begrijp je wel? Het is geen reële figuur. Ik zou maar zeggen, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, die hebben natuurlijk allemaal een enorm politietekort, dat weet iedereen, hè? En dan gaat hij zeggen, wacht maar, jullie krijgen van mij 160 politiemannen. Nou, die zijn er helemaal niet. Maar hij doet zo'n beetje van, ik trek morgen een blik agenten open. Een man als, die nou over het geld gaat, die mag ik ook zo graag. Hoe heet het? Duitenberg, die bedoel ik. Duitenberg. Duitenberg, die lijkt een beetje op André van Duin. Heb je dat wel eens gezien? Nou ja, het is geen bekkentrekker. Hij laat ze ons trekken, maar dat is wat anders. Maar dat is ook een goede vent, hoor. Die gaat over het geld. Die heeft het heel moeilijk. Die gaat over het geld en er is geen geld, hè. Dat is eigenlijk een minister zonder portefeuille. Ja, je moet, ja, hij ligt er trouwens bij de hele PvdA, ligt hij eruit, hoor. Moet je niet over Duitenberg beginnen. Nee, ze vinden hem veel te rechts. Oh, goed, heel veel verhalen van. Maar ja, dat heb je toch altijd. Als je linkse jongens met veel geld laat omgaan, dan worden ze rechts. Ja. Ik ben bang dat hij 25 mei niet eens haalt. Ik denk bang dat hij eerder uitstapt. Maar ik vind het jammer, de man zit nog vol ideeën, hoor. Hele goede ideeën, ik kan niet anders zeggen. Hij heeft nog mij een paar verteld, dat ben je nou vergeten. Maar goede ideeën, hoor. Hij wil de Nederlandse maag beveiligen met een anti-inflatiespiraaltje. Nou... Nee. Weet je wie mij erg is meegevallen in al die jaren? Toen hij pas kwam, denk ik, dat vind ik niks, hè. Dat is eigenlijk die Max van der Stoel. Die heb ik zien komen, toen denk ik, wat moet dat nou? Maar je mag op het uiterlijk niet afgaan, natuurlijk, hè. Nee, maar ik denk, wat moeten we daar nou mee? Dat vond ik helemaal niet. En toen direct bij die oliecrisis en zo, toen kon hij zijn mond niet houden. Ik denk, oh gut, hoe komen we eraf? Maar die man is, is een goede vent geworden, zeg. En op de televisie, hij is televisie-cyniek, vind ik, hoor. Hoe vind je hem op de televisie? Ik vind een beetje veel montuur en weinig glas, maar verder vind ik... Als ik Van der Stoel op de televisie zie, heb ik altijd behoefte om te vragen... Maar meneer Van der Stoel, waarom heb je toch die grote bril op? die heb ik om het buitenland bang te maken, boe! Ik vind het een leuke man, ik vind hem alleen zo mager, heb je dat ook? En dat voor een afgezant van een welvaartsland is goddom of wij je niet te vreten hebben. Hij is toen met de koningin mee geweest naar Afrika. Ze dachten daar dat hij de medicijnman was. Ja. Nee, wat dat gaat, dat is wel mooi, hoor. Nee, als deze winst eenmaal weg zijn, dan zul je ze toch wel missen, hoor. Zullen ze toch een leegte achterlaten, dat weet ik nou wel zeker. Je zal nog wel eens aan mijn woorden denken, hoor. Weet je wie ook een zeer goede naam heeft? Die zeer bekwaam ook moet wezen. En geliefd schijnt te zijn bij vriend en vijand. Dat is die van Kemenade. Die is van onderwijs. Dat schijnt hij ook zelf genoten te hebben. Dat is een progressief, hè. Dat is een man die heeft allemaal plannen, zal ik maar zeggen. Ik weet nou niet precies, hoor. Maar die, ik zou maar zeggen, open scholen. Hoe die dat nou met slecht weer denkt te doen, dat weet ik niet, hoor. En dan wil die, zal ik maar zeggen, de klassen van de middelbare scholen wil die allemaal vergroten met 2 leerlingen. En dat wil die allemaal zelf doen, geloof ik. Ik weet niet precies. Ik heb het ook van horen zeggen, hoor, maar ik weet verder ook niet. En dan wil die het Frans afschaffen en dat vind ik ontzettend jammer, hè. Want Frans is een elegante taal, hè. Qu'est-ce que vous voulez, hè? Dat kan toch niet halen bij wat motje, laat me eerlijk wezen. Maar ja, aan de andere kant, als ik de mensen hoor praten voor radio en televisie, heb ik vaak de indruk dat het Nederlands al afgeschaft is. Vergis je niet. Die Kemenade houden we in de gaten. Dat is een rode duivel, hoor. Dat is een rode, oh, die is rooier dan de uil. Laat je dat maar vertellen. Want de uil is er ook niet meer, dat weet je.
De uil schaduwaard. Maakt mij wat wijs. Ik heb de uil anders gekend. Die heb ik nog om de meiboom zien dansen. Ja, nou niet meer. Misschien om de hete brei, maar niet meer om de meiboom, hoor. De uil is er ook niet meer. Dat is een eigenschap van roodherst. Oud wordt laat los. Nee, de uil is er ook niet meer. Weet je wat ik wel eens zeg? Drie maal linksom is ook rechts. Ja. Ja, de uil zelf is er ook niet meer. Misschien zijn kinderen, dat kan ik niet beoordelen. De achterban, de uilskuikens, dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Maar af en toe, bij de uil komt af en toe komt de oude socialist nog even de hoek om, hè. Laatst wou die en nogal lachen, zegt. Toen wou die de inkomens boven de 24.000 gulden, wou die geen kindertoeslag meer geven. Geen kinderbijslag meer, nee. Dat was een soort sterilisatie via het loonzakje. Maar ja, als deze mensen naar huis gaan, dan weet ik precies wat er door de vijand wordt gezegd. Dan zeggen ze, en ze hebben een chaos achtergelaten. Nou, dat kan ik niet beoordelen, ik heb er geen verstand voor. Maar één ding weet ik zeker, dan moet je maar niet naar het binnenland kijken. Moet je eens kijken wat zij in het buitenland hebben bereikt, want dat is heel wat. Zij hebben dit kabinet ten uil, hebben van Portugal en Griekenland een democratie gemaakt door er twee keer te gaan kamperen. Laat me eerlijk weten, niet? Zit dat zo? Het is toch zo, Lisbeth en Joop die hebben geloof ik 2 weken lang in Portugal in zo'n tentje gezeten. Er kwam een Portugees voorbij, die zag ze zitten, die zegt, dat is zeker een staatsschip in Nederland. Maar dat hebben zij bereikt, van Griekenland en Portugal, een democratie te maken. Net als wij zijn ook een democratie en dat is fijn. Huh? Wij zijn een democratie, zijn wij, en de democratie is fijn. Jongens. Democratie is de wil van het volk. Elke morgen lees ik stom verbaasd in de krant wat ik nou weer wil. Ik vind het allemaal niks. Maar ja, je moet in deze wereld leren leven. Je moet met die mensen kunnen omgaan. En anders kun je er beter uitstappen. Het is toch zo? Het is eigenlijk een rotwereld, laten we het maar eerlijk zeggen. Op de drempel mag ik nog wel een keertje zeggen. Misschien wordt het volgend jaar beter. Het is eigenlijk een rotwereld. Ik denk wat mij kan waarschijnlijk. Ik zie het wel hoe het verder afloopt. Maar voor kinderen denk ik, als kinderen, wat bied je kinderen nou anders? Kinderen in deze wereld komen in een keiharde wereld. Is toch zo? Het is toch zo? De voorbehoedmiddelen liggen gewoon zo in de automatiek. Is toch zo? Het zijn gewoon de oude automatieken omgebouwd tot nieuw. Ja, de halve haantjes die er vroeger in lagen, staan er nou voor. Wat wil je nou? Er zijn geen kinderen meer, er bestaan geen kinderen meer. Als je kinderen over de ooievaar gaat praten, dan gaan ze jou uitleggen hoe die zich voortplant. Ik heb geen kinderen, ik ben blij dat ik geen kinderen heb. Ik zou er niet mee om kunnen gaan, dat is een manier van opvoeden. De hele seksuele voorlichting, het ligt me allemaal niet, ik ken het ook niet. Nee, ik ken het niet. Ja, ik weet wel hoe het in elkaar zit, daar gaat het niet om. Maar ik zou het kinderen niet kunnen bijbrengen, ik zou ze niet willen bijbrengen ook. En of de duivel ermee speelt, ze komen altijd naar mij toe dingen vragen. Ik was laatst op het strand in Scheveningen. Komen er 2 kinderen naar me toe van, meneer, moet u horen, die 2 hondjes doen ze gek. Wat doen die 2 hondjes nou, meneer? Nou, dan zou je misschien gek vinden, dat sta ik met mijn mond vol tanden. Weet ik niet wat ik zeg. Nee, ja, daar lach je dan op. Weet ik niet. Ik heb het gevoel dat ik nog een kleur krijg ook. Ja. 2 hondjes doen zo gek. En wat doen die hondjes nou? Ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb. Dat zei ik nou ook weer. Oh ja, ik zeg dat ene hondje heeft zand in zijn oogjes gekregen. En dat andere duwt hem nou naar huis. Ja, later moest ik er zelf ook om lachen natuurlijk. Maar toen waren ze al thuis. Kinderen, schrijf maar uit, de kinderen. Kinderen hoef je niks meer te vertellen, hoor. Kinderen weten precies hoe het leven ontstaat. En wat nog erger is, ze weten ook hoe je het weg moet maken.
Wat dacht je nou dat ze niet naar de televisie keken? Wat dacht je dat ze zo'n uitzending van de Eerste Kamer, dat ze dat niet volgden en dat ze dat niet begrepen? Kom nou. Kinderen, laat me niet lachen. Toen de abortuswet was afgestemd en Haya's huis met verf was bespoten, toen zei een mevrouw die de Bijbel kent, nou wordt de Keukenhof goddank gesloten. En er werd veel gepraat over gewetensnood en over slapeloze nachten. Maar als je jongens leert hoe je de vijand doodt en hoe je hem deskundig af kunt slachten, dan hoor je zelden iets over gewetensnood of slapeloze nachten. En dan gaan we dan nou weer knoeien met het ongeboren leven. Er is ergens nog een adresje in de buurt van Amersfoort. Nee, Bloemhoven niet. Dat wordt opgeheven. Daar komt het embryo vakantieoord. En vannacht kan weer slapen. En de paus zegt in Rome, ga wettig getrouwd met elkander naar bed. En laat de kinderkens toch maar komen. En de klok is weer 50 jaar teruggezet. Maar er is één vraag die ons alle blijft raken. Het is eigenlijk iets voor de wetenschap. Maar na hoeveel maanden mag je een einde maken aan een ongewenst ministerschap? Nee, als ik aan de uil denk, dan denk ik natuurlijk wel eens, dan denk ik wel eens bij mezelf, dan denk ik in verband juist met die dingen van. Jongens, ik zit niet prettig. Nee. Ik zit al een hele tijd te denken dat ik eigenlijk niet prettig zit. Ik geloof dat het verstandig zou zijn als ik eens een stukje ging verzitten. Zo zit ik weer veel prettiger. Ja, joh, je wordt een dagje ouder en dat lezen op een afstand valt niet mee, hoor. Ja, je wordt toch elke dag word je toch allemaal een jaartje ouder. Elk jaar word je toch een dagje ouder, het is er zo. Dan moet je niet ja knikken, moet je zeggen, kan je zien? Nee, het is er zo. Nou, ik zou zo'n baan als van meneer Daal nooit willen hebben, meneer. Zou u Daal zijn baan willen hebben? Nee, hebben ze u wel eens gevraagd? Nou, ze hebben mij wel eens gevraagd voor een rotbaan. Vind je een rotbank? Hoeft niet te hebben, hoor. Neem me niet kwalijk. 3 maal in de week voor de televisie, doe me een lol. Ik doe het 1 keer in de 3 jaar, ben er nou al moe van. Hij is televisieforens, hij reist heen en weer tussen Den Haag vandaag en Hilversum achter het nieuws. Ja, dit is zo. Maar als hij bij de VARA is, dan speelt hij thuiswedstrijd. Dan zit hij op eigen terrein, die wint hij altijd, hè. Dat is zo mooi. Maar ja, trouwens, hij gaat nergens meer naartoe. Dat weet je, het publiek geheim. Het studio komt bij hem thuis, dat weten jullie.